Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Dit keer is het een ander soort video dan dat je normaal van mij gewend bent. Ik ga zo meteen namelijk op weg naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Daar vindt namelijk vanmiddag een bijeenkomst plaats van de Zonnebloem voor het project Onbeperkt Erop Uit, waarvoor ik ook mijn vlogs maak. En tijdens de bijeenkomst worden er 4 plaquettes uitgereikt door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de 3 grote musea van Amsterdam, namelijk het Stedelijk Museum, het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum. En daarnaast ook het Concertgebouw. En dit is om te laten zien dat deze musea al supergoed bezig zijn met hun locatie toegankelijk maken. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Dus daar gaan we vandaag naartoe. En ik neem jullie gezellig mee op pad. Dus laten we snel gaan. Het Rijksmuseum open ging, toen hebben we gezegd we zijn van en voor iedereen. Maar ja, dat moet je natuurlijk dan wel waar maken. En we hebben daar een jaar geleden heb ik gezegd van ja, het zou toch heel mooi zijn als we daar iemand voor kunnen aanstellen. Als je er helemaal iemand voor hebt, een mens, dan gaat het leven, dan ga je er ook veel meer mee doen. Het is mooi dat hier vandaag een paar prominente vrije tijdslocaties kunnen voorzien van een plaquette die laat zien dat iedereen hier welkom is. In het verleden nam Zonnebloem mensen met een fysieke beperking met behulp van vrijwilligers mee om te zorgen dat ze aansluiten met de maatschappij hier, met de samenleving. Vandaag de dag zijn ook de wensen van mensen met een fysieke beperking veranderd en willen ze erop uitgaan. Niet altijd met de hulp van de vrijwilliger, maar ook op het moment waarop ze zelf willen, naar een locatie die ze zelf uitkiezen en met wie ze zelf uitkiezen. Daarom is het goed dat locaties als het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum, het Concertgebouw en het Stedelijk Museum hebben aangegeven: wij willen graag toegankelijk worden voor iedereen die hier kan komen wanneer hij of zij dat wil. En niet per se afhankelijk van de activiteit georganiseerd door de Zonnebloem. Wat vond je ervan vanmiddag? Ik vond het hartstikke leuk. Ja? En een mijlpaal in dit project. Nou, we staan weer buiten het museum. Het was een hele interessante middag. Echt super indrukwekkend om al die mystery guests bij elkaar te zien. En natuurlijk de prinses en alle directeuren van de musea. En de plaquettes die zijn uitgereikt. Het was echt heel erg tof. En ook mooi om te horen de motivatie van alle musea en alle mensen om zich in te zetten voor toegankelijkheid. Dat is echt heel motiverend. Dus we zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet. We gaan gewoon door met heel Nederland toegankelijk maken. Doe even een duimpje omhoog hier beneden als je dit een leuke video vond. En laat hieronder in de reacties even weten wat je ervan vond. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende video weer. Doeg!